Mesdames, messieurs, dan staan ze er nog met twee. Helena en Caro. Wie van hen wordt de nieuwe Miss Exclusive 2019? En eveneens Miss Earth Belgium. Wie vertrekt naar de Filipijnen? Wie krijgt de kroon van 28.000 euro? En wie rijdt vanavond naar huis met die BMW van de mei? Gaan wij er gewoon niet mee wegrijden? Nee, we gaan ze het gunnen. We gaan ze het gunnen. Miss Exclusive 2019 is... De andere persoon is uiteraard de eerste eredame. Stel dat ze haar taken niet kan vervullen, neemt de eerste eredame de taken over van Miss Exclusive. De nieuwe Miss Exclusive 2019 is... Zo stil, wie denken jullie? De winnares... Betekent dan ook dat Helena de Grote eerste eredame is van Miss Exclusive, ook van haar het lint. Maar Caro van Gorp, ze is 19, komt uit Turnhout. Ze is afgestudeerd als haarstyliste en ze zal dit jaar deelnemen aan Miss Earth. Zeer ambitieuze jonge dame. Ze ontvangt een prijzenpakket van meer dan 85.000 euro. En de BMW, de i3S, dankzij Garage de Mei. Félicitations à Caro, Caro van Gorp, la nouvelle Miss Exclusive 2019. La nouvelle Miss sera envers sa nouvelle bagnole, la nouvelle BMW. Félicitations à Caro van Gorp. Elle a 19 ans, elle vient de Turnhout. Et pendant toute l'année, elle peut se nommer Miss Exclusive. Chouette titre. En ik ben ervan overtuigd dat daar een supermooi jaar zat te wachten staan. Ongetwijfeld, ongetwijfeld. Dames en heren, u thuis, van harte bedankt dat u erbij was op Stories TV. Hopelijk hebt u ervan genoten. Joke, ik vond het geweldig om hier met jou te staan. Heel veel minder stress dan anders. Voilà. En hopelijk zien wij u volgend jaar opnieuw. Tot ziens. Ciao. Tot dan, salutjes.